Dames en heren, normaal beginnen we met het gesprek met de burgemeester. Maar aangezien we in het burgemeesterloze tijdperk zitten, hebben wij de oplossing om voorlopig fractievoorzitters van politieke partijen te vragen en mee te praten. En na Paul Loermans van Kernachtig Wiegen ga ik vandaag praten met Mark Wintjes van het CDA. Welkom, Mark. Dankjewel, Ruud. Mark, ik zou willen vragen, wil je jezelf voorstellen aan de Wiegense kijker? Voor zover ze je nog niet kennen, kunnen ze je nou leren kennen? Nou, dankjewel voor de gelegenheid. Ik ben Mark Wintjes en ik ben getrouwd met Ineke. Ik ben 47 jaar en we hebben 5 kinderen. En ik woon al sinds mijn jeugd op de Blauwe Hof aan het Wiegensmeer. Op een hele mooie plek. En daar ga ik nooit meer vandaan. Gelijk dus, heb je. Dan weet heel Wieg dat. Ga door, wat heb je allemaal zo gedaan? Ik ben van oorsprong geen Wiegenaar. Ik kwam als baby van 3 maanden uit Eindhoven mee met mijn ouders. De toenmalige directeur openbare werken, de heer, overleed. En mijn vader was werkzaam bij openbare werken in Eindhoven. En die is hier naartoe gehaald als nieuwe directeur openbare werken. En zo ben ik het Wiegense binnengekomen. Ik ben eigenlijk een streekproduct, want original heet dat geloof ik. Hè? Want mijn moeder komt uit Nijmegen en mijn vader uit Balgooi, Nederasselt. Dat is een beetje mijn achtergrond. Ja. Daarna ben ik naar de Paulusschool gegaan. Ja, eerst in de wat nu de OZO heet. Dat was vroeger een kleuterschool bij de nonnen. Zuster Damiano, heel bekend in onze kringen. En daarna ging ik naar de Paulusschool. En daarna ben ik naar de middelbare school gegaan in Os. Dat was toen best gebruikelijk om vanuit Wiegen met een hele groep jeugd naar Os te gaan. Omdat de fietsverbinding naar Nijmegen was nog niet zo goed. Dus familie Loermans, maar ook Veideman, Peters van de slagerij. En ook ons hele gezin ging naar het Titus Brandsma College in Os. Ja. Dat was maar 3 minuutjes lopen vanaf het station. En je was je er op een hele veilige manier. Ja. Nou ja, na het Titus Brandsma College was een hele leuke tijd. Een jaar economie gestudeerd in Tilburg. Maar dat vond ik toch veel te abstract. En daarna ben ik in de fysiotherapie terechtgekomen, omdat ik eigenlijk uitgeloot werd om medicijnen te studeren. Nou ja, dat beviel na een jaar zo goed dat ik daar ben blijven hangen. Want ja, dat was ook wel echt mijn ding. Ja. Ja. En toen ben je de fysiotherapiepraktijk Blauwe Hof begonnen, na je afstuderen? Ja, nee, het is voor mijn zus was daarmee begonnen. Die is 5 jaar ouder dan ik. En ik ben daar gewoon bij ingekomen. Inderdaad, na mijn afstuderen. En daar ben ik ook blijven hangen, tegen mijn eigenlijke voornemen in. Want ik zei, nou, ik blijf hier een paar jaar en dan moet de wereld te groter worden. Maar dat ging niet gebeuren. Het was een slechte tijd. Maar we hebben wel een leuk bedrijf kunnen opzetten met elkaar. We zijn op een gegeven moment maten geworden. We zijn uitgegroeid tot 6 medewerkers, fysiotherapie en een administratief medewerkster. En daar heb ik in 2010 een punt achter kunnen zetten. We hebben het verkocht aan een medewerker. Mijn zus ook, maar die werkt daar nu nog steeds als medewerker gewoon. En ik heb mijn pionnetjes, mijn piketpaaltjes verzet. Om toch iets anders te gaan doen. En je hebt dus een ondernemersachtergrond. En dat komt natuurlijk ten goede in de politiek als je het over ondernemersproblematiek praat. Ik denk het wel. En het is ook zo dat ik me als vrijwilliger ook nu inzet als voorzitter voor vraag en aanbod. En dat is gewoon een professioneel bedrijf wat geleid wordt en bestuurd wordt door vrijwilligers. Ja. Hoe gaat het met Wiegen in zijn algemeenheid? Ik kijk niet naar het centrum, maar ik bedoel heel Wiegen. Er zijn een aantal punten waar we dadelijk nog op terugkomen, maar algemeen. Gaat het goed? Gaat het slecht? Tussenin? Volgens mij gaat het goed met Wiegen. Zoals het in het verleden goed ging met Wiegen en ook in de toekomst goed met Wiegen zal gaan. Dat is heel mooi gezegd. Ja. En nu argumenteer ik. Waarom? Nou, ik denk dat wij toch elementen in ons hebben waarin we van de ene kant kritisch zijn naar ontwikkelingen. We zijn ook van de gelijkmatigheid en ook van de soberheid. We laten ons hoofd niet gek maken. En onze kracht is ook dat we de dingen samen doen. En dat noem ik maar het unieke aan Wiegen. Dat maakt ons gewoon sterk. Dat maakt ons sterker, denk ik, dan mogelijk andere zaken. En daarbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk ook van een aantal toevalligheden. Het is ook altijd wel zo dat je mensen maken het verschil. De verkeerde mensen op de verkeerde plekken, dan kunnen er ook hele rare dingen gebeuren. En als ik denk dat wij het in deze tijd ten opzichte van anderen die
zijn begonnen aan grondexploitaties in het verleden om winst te maken. Je bedoelt gemeenten die gemeentelijke grondbedrijven. Grondbedrijven die hebben gedacht van ja, wij gaan ondernemers spelen, wij gaan projectontwikkelaars spelen. Ja, dan zou je wel heel veel geld kunnen verdienen, maar je kunt ook echt heel goed nat gaan. En ja, dat gebeurt om ons heen. En je ziet wel dat mensen, in Wijchen markante mensen zoals een Paul Keizer. Ja, die hebben zich daar altijd tegen verzet, tegen die actieve grondpolitiek. En zo sterk zelfs dat Paul een keer een fietspad voor de raad moest aanleggen naar Heumen. En hij in 2008 beloofde, ja, maar ik heb de grond al gekocht. En later bleek in 2009, had die grond nog helemaal niet gekocht. Dus hij durfde ook eigenlijk in die ontwikkeling ook heel moeilijk stappen te zetten. Daar was hij gewoon zo eigenwijs in als hij groot was. Ja, maar hij was ook heel voorzichtig. Hij was erg voorzichtig, schijnbaar. En die voorzichtigheid, daar plukken wij nu de vruchten van. Daar plukken wij denk ik nu de vruchten van. Ja. We hebben dat ook als het volgende college heeft in 2008 dat ook wel opgepakt. En toen kwam de nieuwe wet ruimtelijke ordening. En toen kon dat ook. Volgens de wet kon je bepaalde gebieden ontwikkelen, maar het risico bij de projectontwikkelaar neerleggen. En wie heeft dat meteen gedaan? Oh, dat is heel mooi. Ja, Huurlijkse Dam is daar een voorbeeld van. Ja. En dan heb je toch nieuwbouw en je voldoet aan de quota die gevraagd worden zonder zelf risico's te lopen van grondaankopen te doen. En dat is wel een beetje Wijchens, dat behoudende, dat toch wel voorzichtig. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel fijn. Ja. Heel ander onderwerp. Ja. We springen van de hak op de tak. Nou, laat maar komen. Onlangs stond er iets over schaliegasboringen. Ja, mooi hè? Ja. Ja, zo'n gat in de grond. In het gesprek dat we... Ja, onder de Wijchense bodem zit schaliegas. Misschien. Dat willen ze gaan onderzoeken. En ze willen ook gaan kijken of ze dat kunnen exploiteren. Ja. Zijn er voors? En wat zijn de tegens? Tegen exploitatie van schaliegas? Nou, dus tegen de exploitatie, dat weet ik niet. Want dat weet dat bedrijf die dat zou willen gaan doen. Ze willen een proefboring doen, hè, de eerste 10 jaar. Dat gaat in een heel groot gebied. Hè. Dus half Gelderland wordt dan in 1 keer proefgeboord. De boring kan best zijn dat die in Arnhem is. En dan geldt dat ook voor het Wijchense. Want wij zitten dan onder dat hele gebied. Of boven dat hele gebied. Ik denk dat je... Dat je dat niet zou moeten willen als Nederland, als streek. Onze bodemgesteldheid is nogal discutabel, hè, want wij glijden net van een plaat af. Dus ik denk dat je dat gewoon met elkaar niet moet willen. Maar het vervelende is dat wij als Wijchen of als provincie daar absoluut ook niet over gaan. Nee, het is een verantwoordelijkheid van de nationale regering. Ja. Het zit in een nationale wet. Ja. Dus wij kunnen er veel van vinden, maar we kunnen we kunnen niets tegenhouden. Nee. Ja, een andere regering hadden moeten kiezen. Maar ik geloof niet dat die echt gestuurd zijn op wel of niet. En alleen schaliegas, dat is natuurlijk ook wel wat. Overigens, die boring gaat niet hier plaatsvinden. Hè? Waarschijnlijk niet, nee. Maar als ze nou echt gaan exporteren, kan het dan zijn dat er hier in het buitengebied ergens een boortoren komt? Ik zou het echt niet weten. Nee. Ik zou dus het dat echt is niet allemaal weten. Nog in een heel beginnend... Het is 3 kilometer diep, hè, wat er geboord moet worden. En hoe dat dan zich uiteindelijk in de exploitatie, maar volgens mij is dat echt een brug te ver. Ja. Echt. Ik denk ook niet dat het rendabel is tegen die tijd. Dan hebben we weer andere nieuwe technologieën. Ja. Ik verwacht niet dat wij tot die winning overgaan. Maar ondertussen is er wel discussie over. Discussie heb je altijd. Hè? Ja. Waar je vooruit wil of je wil anders, daar komt discussie. Daar komt discussie. Goed. Ja. En dan hebben we de Berendonk ontstaan omdat er zand nodig was voor de bouw van Nijmegen-Zuid. Ook ontstaan waarschijnlijk met heel veel discussie toen. Hè? En heel veel discussie. Hele dure agrarische grond en grond zomaar weggraven omdat er een kuil gegraven moet worden. Dat zal ook echt veel discussie hebben opgeleverd toen. Ja, de Berendonk is ontstaan inderdaad, wat jij zegt, door zandwinning. En op een gegeven moment werd het een arm gebied. Ook er was weinig te doen. Gemeentes hadden daar ook geen geld voor. Ze zeiden, laten we die gebieden bij elkaar stoppen in 1 organisatie die daar verstand van heeft. Nou, die organisatie is het RGV geworden. En dat RGV heeft wel gezegd, ja, maar als wij dan iets willen met dat gebied, als wij zeggen van ja, het moet weer geüpgrade worden, dan moeten jullie wel medewerking verlenen. Nou, de gemeentes hebben gezegd, oké, dat doen we dan. En het eerste idee was in 2006, geloof ik, dat de... golfterrein zou uitgebreid moeten worden. In een hoek waar nogal precaire natuur was. Nou ja, natuurmonumenten, natuurverenigingen. Iedereen kwam in opstand, Nijmegen, Wijchen. Dus dat ging niet door.
Dus een paar jaar geleden is het RGV weer gekomen en zei, ja, maar we moeten wel wat doen met dat gebied. Want het is natuurlijk een uniek gebied, hè, tussen Nijmegen en Wijchen. Heeft heel veel potentie, heel veel bezoekers. Dus ze wilden er eigenlijk een actieve Efteling zo'n beetje van maken. Hè, met de skibaan en klimmen in boomtoppen. En goed, en de andere vraag was, mag er ook een wellnesscenter komen in het gebied? Daar is een blauwdruk voor gemaakt, een gebiedsontwikkeling. En de raad heeft gezegd, na heel veel discussie, dat wellness en ja, een indoor speelruimte van 7000 vierkante meter, 5000 vierkante meter, dat mag er komen. Maar een verstedelijkte poort, een groot hotel, dat willen we niet. Dus het hotel ging er van af en die twee andere plannen die bleven rechtop. En nu komt er inderdaad een ondernemer. En een hele goede ondernemer die in Buslo een enorm bedrijf heeft, die zegt, mag ik dat? Mag ik die plek gaan invullen, RGV? Ik wil daar mijn bedrijf beginnen. Ik kom met 250 medewerkers heb ik nodig. Ik heb een verzorgingsgebied tot ver in Duitsland. En ik zou daar heel graag willen exploiteren. Nou, en eigenlijk spreekt ons dat wel eigenlijk aan. Want eigenlijk hebben we al eigenlijk indirect ja gezegd tegen de ruimtelijke ontwikkeling om nu, als puntje bepaaltje komt, nu te zeggen van ja, maar ondernemer, u bent te bedreigend voor onze eigen ondernemers die misschien daar dicht tegenaan zitten. Dat is eigenlijk een beetje een oneigenlijke discussie. Die gaan we wel voeren, zeker in de raad, want niets menselijks is ons vreemd. Maar ik denk dat we er wel goed uit moeten komen. Want anders is het ook niet geloofwaardig dat je zulke afspraken hebt gemaakt in het verleden. Ja. En hoe is het met de groepsaccommodaties en de strandhuisjes? Ja, die liggen minder gevoelig, want die liggen aan de westkant. Hè? En daar is wat, dat is wat minder, daar is de strook wat breder. En daar is altijd al wat bebouwing geweest. Hè? De strandhuisjes, en daar was het kano gebeuren altijd al, het surf gebeuren. Dus mensen zijn wel gewend dat daar iets meer hardere bebouwing stond. En dat er wat meer activiteiten waren. Dus dat is niet zo'n gevoelig Nee, dat ligt niet. Nu ligt echt de focus op het wellness gebeuren. En toch, voor Wijchen ook toch wel een ongekende grootte. Zoiets, dan heb je landelijke bekendheid. Ik weet niet of jij die wereld kent, maar dan heb je het over de sauna van de Veluwe of het Of Buslo, dat zijn, of Thermie 2000, daar gaat heel Nederland naartoe. Daar ga je voor naar Limburg. Ja. En zo zouden de mensen dus in de toekomst voor dit complex naar Wijchen komen. Dan is het niet meer Wijchen bij Nijmegen, maar Wijchen, de sauna van de exploitant van Buslo. Of zoiets, weet ik veel. De Efteling van Maas en Waal. Van Maas en Waal, wie weet. Ja. De volgende vraag is geen vraag, maar zijn drie woorden. En daar hebben we met z'n tweeën kostelijk om gelachen. Ja. Dat was keerspoor, windeieren en tunnelvisie. En over alle drie wilde jij wat vertellen. Nou ja, goed. Het gaat over het keerspoor. Hè? En het keerspoor wat er ook al lang in die pijplijn zit van voorzieningen die boven Wijchense Maat zijn. Hè? Die gaan over de hele stadsregio. En dat keerspoor, dat is eigenlijk een voorziening omdat die stadsregio hier ergens op moest houden. Die moet weer terug, keerspoor, of die light rail heette het toen, stadsregio rail, die moet hier weer terug het gebied in. Nou, toen dat echt puntje bepaaldje kwam, zei het college, de mooiste, de beste plek is gewoon Wijchen West. Dat is het ook. Daar had je een grote parkeerplaats kunnen bouwen. Mensen kunnen direct van de A50 af, hadden hier zomaar het openbaar vervoer in gekund. Maar NS zegt, nee, Wijchen West kunnen wij niet bedienen. Door roostertechnisch, technische andere zaken, kosten veel geld, oké. Nou, best was dan Wijchen Centrum. Toen zijn we daar als politiek achter gaan staan. En toen begon de politiek ook zelf te denken natuurlijk, de raad en kwam er een partij die kwam met het idee van, nou, als we dan niet naar west kunnen, misschien kunnen we dan het hele spoorgebied oppakken en naar oost brengen. En dat werd in de krant beschreven als het ei van Columbus. En toen schreef ik op de internet van, het ei van Columbus zou misschien ook nog wel eens een windei kunnen blijken op de duur. En dat werd me niet in dank afgenomen. Dat was het eerste jaar, waren er nog wel wat gevoelige punten tussen ons op dat moment. Dat was het windei. Nou, het keerspoor is duidelijk. Het is een voorziening, een tijdelijke voorziening die we nodig hebben, omdat de spoorverbinding tussen Den Bosch en Nijmegen niet dubbelbaans is. Er ontbreekt de spoorbrug in Ravenstein.
Dus we kunnen dat keerspoor, we kunnen dat, die frequentie niet naar Den Bosch ook doorzetten. Dus toch gekeerd in Wijchen en dan een keerspoor in Wijchen Centrum, wat technisch haalbaar is op terrein van de NS. Dus we kunnen daar ook nog niks van vinden, ook nog niet als Wijchen. Maar we willen het wel heel mooi maken met een ondergrondse garage, wat meteen ook misschien kan dienen om wat parkeerontlasting te geven aan het Wijchen Centrum op bepaalde momenten. En ook goede fietsvoorzieningen, die hebben we heel hard nodig. Ja. En het aantal gebruikers gaat ook echt toenemen. Hè? Van 3000 per dag naar 6000 zijn de verwachtingen. Dus dat is wel wat. Dat is heel veel, ja. Ja. Even denken, het andere de woord. Tunnelvisie. De tunnelvisie, inderdaad. Maar het ging over tunnels. En gisteren was het weer raak op de hoofdstraat. Ja, dat zie je. Als je geen burgemeester hebt, hè, dan gaat er van alles mis. Alles mis. Dan gaat de spoor dicht en dan heb je een lokale burgemeester die meteen roept, Wijchen roept om tunnels. Natuurlijk is het zo. Zo'n incident laat zien waar Wijchen zwak in is. Uiteindelijk, Wijchen heeft eigenlijk een doorkruising van het spoor. Maar als alles goed loopt, kun je daar overheen in het gebied zoals je ook hebt met sluizen. Staat er één dicht, rij je even door en dan ga je er bij de volgende overheen. Dus zo'n probleem is dat niet. Behalve als je een technisch probleem hebt, dat als al die overgangen tegelijk dicht zijn. Ja. Dan zie je dat Wijchen een tunnel nodig heeft. En die hebben ze al heel lang nodig. De tunnelweg is ooit genoemd nadat daar een tunnel zou komen. De Hoefse straat is in de jaren 60 een viaduct opgeprojecteerd. Ook wij, de laatste 10 jaar, hebben een ontbrekende schakel gehad aan de kop van de nieuwe weg, Hoezikse straat. Dus de behoefte om aan de westkant van, aan de oostkant van Wijchen over het spoor te kunnen komen zonder spoorbomen is heel terecht voor de veiligheid en voor de stroming van het verkeer. Alleen wanneer leg je hem aan en wie gaat het betalen? Dat is denk dat ik vooral het grote het probleem. Het grootste probleem, ja. Vorige week stond in de krant, Wijchen heeft geld op de plank liggen. Nou, Wijchen heeft absoluut geen geld op de plank liggen. Nee. Dat vroeg ik me af, want dat had ik ook gelezen, dat het geld er was. Geen dubbeltje. Geen dubbeltje. Geen dubbeltje. Dan zal dus als die spoorbrug er komt, dan moet Den Haag ook meteen geld meebrengen voor 2 tunnels. Lijkt me een goed idee. Nou, dan ligt daar voor jullie een taak. Ja, absoluut. Nou, dat is prachtig. Ja. We gaan dan even naar Wijchen Oost, het industrieterrein. Daar is een situatie op de grote rotonde waar de gemeente niet blij mee is. De leegstaande panden van Mawi en Derks. Ja, dat klopt. Dat is echt een pijnpunt. Kan de gemeente daar iets mee? Ja. Iets aan doen? Ja, nou ja, je hebt elkaar nodig, hè, in deze zaak. Het is van iemand, het is gewoon van een eigenaar. En die eigenaar die heeft in het verleden bepaalde zaken gevraagd aan de gemeente. Mag ik iets? Kan ik iets? Kunnen we iets samen? Nou, daar kreeg hij steeds nul op het request. En dan gaat zo'n gebied gewoon licht dood. Dan is er even het leven uit. Dan is het... En dat is wel een doorn in het oog. En de entree van Wijchen, zo'n heel mooi gerevitaliseerd bedrijventerrein, dat niet opgepakt wordt. Ja. En dan komen er wel eens dingen op je weg als politiek, maar ook als ondernemers hier in het centrum van, ja, kun je daar iets mee? Kun je door een bepaalde beweging toe te staan die ook maatschappelijk wordt gevraagd in deze tijd, kun je daar dan een antwoord voor zijn, voor verschillende vragen in één keer? Ja, dan zullen er altijd tegenstanders zijn die zeggen, ja, maar in het verleden mocht het niet en daarom moet je nou je poot stijf houden. Maar van de andere kant zeggen, ja, als je zo tekeer gaat of zo blijft denken, ja, beweegt er niemand, gebeurt er niks. Ja. En dat is ook niet de bedoeling. Nee. Het probleem zit hem in het feit dat er geen detailhandel mag vinden. Ja. Terwijl aan de overkant de Praxis en Hormus, daar is detailhandel. Ja. Ja, wat is dat daar? Hè? Hoe kan dat? Ja. Ruimtelijk technisch is dat toch iets anders. Hè? Of je nou daar een Albert Heijn zou kunnen beginnen of je kunt daar de Praxis beginnen. Daar zit een verschil in. En dat is dan ook het gevoelige punt. Toen heeft de gemeente een gebaar gemaakt dat er dan toch witgoed zou verkocht mogen worden. Een Haarse Smit of een Osnabrücke zou erin mogen komen. Ja. Dat heet dan volumineuze handel. Dat mag wel op een bedrijventerrein als dit. En van de andere kant wil dat de gemeente dat bedrijventerrein ook handhaven waar het voor het bedoeld is. Dus ook voor milieu
categorie zware bedrijven moeten daar wel zich kunnen vestigen. En als je andere soort ontwikkelingen toestaat, zoals primaire detailhandel, dan gaat dat bijten. Dan heb je geen bedrijventerrein meer. Dan heb je een heel groot winkelcentrum op den duur. Ja. En die spanning, die moeten we afwegen met elkaar. En daar speelt natuurlijk de protesten vanuit de middenstand en wieg ook een rol. Absoluut. Ja. Ja, protesten of juist kansen. Want er zijn ook veel mensen die zeggen, nou, maar dat is echt een kans ook voor ons centrum. Want wij hebben wel hele mooie winkels, maar we hebben eigenlijk te weinig vloeroppervlak om bepaalde echte trekkers, zoals een H&M of een Action, naar Wijchen te halen. Ja, maar die moeten wel in het centrum zitten. Die moeten weer in het centrum zitten. Dus, centrum, hè, hebben jullie panden leegstaan? Nee, die hebben we niet. Dus je kunt nadenken en je zegt dan, misschien moeten we dan een fase in de Oostflank eerder ontwikkelen. Bijvoorbeeld Oostflank fase 2, waar de Mariaschool vroeger stond. Zou je kunnen zeggen, oké, dan moet dat als eerste opgepakt worden en dan onderin die plint zou je een grote winkel kunnen situeren. À la H&M, praktisch. Ja. Tot slot vraag en aanbod. Je bent bestuurslid. Je noemde net al dat je dus naast je raadswerk, fractievoorzitter, ook bij vraag en aanbod actief bent. Kun je kort de geschiedenis schetsen van vraag en aanbod? Ja, vraag en aanbod is ontstaan in 1998 uit een initiatiefgroep van de Diaconaal Beraad van de Antonisch Abtkerk om iets op te zetten voor vrouwen in de bijstand. Dat was eigenlijk een beetje het idee. Ja. Van de ene kant materieel, maar ook meteen ontmoeting. En die twee dingen zijn altijd binnen vraag en aanbod blijven staan. Dus het is iets materieels, kringloops, maar het is ook ontmoeting. Medewerkers eten samen. En dat is nog steeds, de keukentafel is het hart van de onderneming. Ja. En dat is gegroeid, 3 keer verhuisd van de Meerdreef naar de Burgstraat, boven Hara nu, naar de Kruisbergse weg, waar wij in een groot pand zitten. Ja, en er is nu een winkel in het centrum gekomen. Was. Voor drie maanden. Ja, en dat is nu weer voorbij. Dat is voorbij, ja. Dat was echt een experiment, heeft ons veel geleerd. Ja, dat kan, wat licht kan doen op kleding, dat heeft het ons geleerd. Okay. En omgeving. Nou, dat is heel belangrijk. Hoe zie jij de toekomst van vraag en aanbod? Vraag en aanbod is natuurlijk een bloeiend bedrijf. En daarom zit er ook veel potentie in. Wij kunnen nog nieuwe dingen ontwikkelen. We hebben nu recent een gemeentelijke taak overgenomen. Het beheer en het registreren van gevonden fietsen. Dat is eigenlijk een taak van de gemeente volgens het burgerlijk wetboek. En wij doen dat nu voor de gemeente. Wij registreren die. Wij brengen die in een overzicht bij de politie. En daarna gaan we na 13 weken met die fietsen aan het werk. Mm-hmm. En dat is een heel belangrijke nieuwe tak van sport voor vraag en aanbod. Ja. Zo zullen we participeren in de nieuwe Milieustraat. Die komt ook op Bijsterhuizen in mei volgend jaar. Samen met het Goed uit Nijmegen. En, en ook onze plek innemen in de kringloopstroom. In People, Planet, Profit acties. Ja. Dus we zullen ons ook nog steeds meer toerichten om het hergebruik van grondstoffen ook nog op een andere manier weer handen en voeten te geven. Ja. Stukje milieu eigenlijk. Milieu, waar je absoluut. Als vraag en aanbod mee bezig bent. Plus je creëert een mogelijkheid voor mensen om op een goedkopere manier aan hun spullen te komen. Ja, dat is een beetje zakelijk. Onze doelstellingen van nabijheid, hulp bieden aan diegenen die hulp nodig hebben. Dus alleenstaande of wie dan ook in schuldhulpverlening. Dat staat ook voorop. En daarom geven we ook dit jaar ook weer €50.000 weg aan het goede doel. Ja. Mark, dankjewel voor je komst naar Café Anneke. Ja. Veel succes in de politiek. Dankjewel. Het was leuk om eens van iemand anders uit de politiek over de gemeente zijn visie te laten horen. En dankjewel. Nou, ik wens ook mijn collega's de volgende keer heel veel succes. Dank je. Dankjewel voor het gesprek. Oké. Okay.